Wel, we starten vandaag met een serie. En die serie heet de Worship Serie. En je ziet hier staan. En we hebben, zoals je ziet in het logo, een vergrootglas. En we hebben ook een vergrootglas op het podium. Wordt nu neergezet. En dat doen we heel bewust. Ik weet niet of het opgevallen is. Maar toen Ferry aan het bidden was, zei hij, Heer, we willen u vandaag groot maken. We willen u groot maken. En dat had een beetje aparte zin. Want God is al groot, toch? Hoe gaan we nou God groot maken? En toch zegt de Bijbel dat. In het Engels ook. Let's magnify the Lord with me. Laten we de Heer samen groot maken. En wat bedoelen we daar dan mee? Nee, juist daarom hebben we een vergrootglas. Want kijk, een vergrootglas maakt niet iets groter. Maar in the eye of the beholder, in degene die kijkt wel. Als je een vergrootglas neemt. En dat is wat worship is. Worship is een vergrootglas. Als we samenkomen om God te aanbidden, dan als het ware hebben we een vergrootglas. En in ons lied kijken we naar iets van wie God is, naar een eigenschap van God. Laten we zeggen, we zingen groot is uw trouw, o Heer, in ons lied. Dan nemen we als het ware de vergrootglas. En dan kijken we door ons vergrootglas, door ons lied wat wij zingen, kijken we naar de trouw van God. En wordt de trouw van God daarmee groter op zich? Nee, Gods trouw is groot en die kunnen we niet vergroten. Maar voor wat ons betreft, wordt het groter. Snap je? Dat is hoe worship werkt. Of we letten op de liefde van God. We gaan kijken naar de liefde van God. Of we gaan een lied zingen over het vaderhart van God. Vader God, wij zijn uw kinderen. Zo'n lied als Abba Vader, u bent hier bij ons. En we zingen zo'n lied over Abba Vader. Weet je wat we doen? We nemen een vergrootglas en we maken het vaderhart van God voor ons nog groter dan dat Gods vaderhart al is. Dat is wat we in worship doen. Maar het werkt ook andersom. Met een vergrootglas kan je dus iets groter maken. Maar door de bolling gebeurt er nog iets. Je kan namelijk warmte en licht. Wie heeft ooit wel eens vroeger als kind met een briefje en een vergrootglas in de brand gestoken? Even handen. Heel veel. Ik kan net een natuurkunde docent, een mozaïek naar me toe. Die heet meester Tim. Die zegt, Kees, je moet het uitleggen. Want jongeren snappen dat niet meer. Ik ben natuurkunde docent en hij zei, je moet echt... En ik dacht, ja gast, ik snap het eigenlijk ook niet, zei ik eerlijk tegen hem. Hoe komt dat? Door die bolling toch? Dan moest je het mij alsnog uitleggen. Want ik heb bij natuurkunde nooit zo goed opgelegd. Maar door de bolling van dat glas, er komt warmte en er komt het zonlicht wat er doorheen. En dan kan je dus inderdaad gewoon briefjes in de hand steken. Want er komt zo'n bundeling van warmte en licht, zo fel. Je kan ook mieren doodmaken ermee. Dat doen we natuurlijk niet, hè? Ja. Maar briefjes in de hands is leuker, dat is leuker, ja. Maar dat kan. En dat is wat een... Dus het werkt twee kanten op. Aan de ene kant, wij kijken naar de grootheid van God en het wordt groter voor ons. We kijken naar de majesteit van God. We kijken naar de liefde van God, het hart van God, de trouw van God, het sterven van Christus in onze liederen. Als we dat soort dingen zingen, dan wordt het als het ware groter voor ons. Maar God communiceert ook terug. Zijn liefde wordt als het ware heel centraal hier in jouw hart. Hij kan het zo. Terwijl jij God aanbidt, voor hem zingt over de liefde van God. Het is alsof die vergrootglas ook terugwerkt. En die liefde waarover je zingt, stroomt over je hart. Daarom hebben we vandaag gezegd, het thema is zien is zingen. Want daar waar we God zien, daar begint ons lied. Maar zingen is ook gaan zien wie God is. Daarom vandaag een serie die we starten, niet alleen hier, ook in 033, op twee plekken, de hele maand februari, Back to the Basics. We gaan het over worship hebben, een van de belangrijkste, zo niet de eerste en belangrijkste waarden waarom wij gemeente willen zijn. We willen samen God aanbidden. En voor je het weet, is aanbidding iets, een verantwoordelijkheid van het worship team. Misschien ben je hier zo wel gekomen met het idee, oh worship, het worship team, zij zijn verantwoordelijk voor de worship. En we hebben het zo neergezet, je hebt wat lampjes, je hebt een podium, en de lampjes hier. En dan, het is alsof zij het moeten doen en jij er door geëntertained wordt. Soms gaan mensen naar de koffie en zeggen, ja, ik had niet zoveel aan de worship vandaag. Goed nieuws, worship was ook niet voor jou, het was voor de Heer. En ten tweede, ik hoop dat je komt met het verlangen om God te aanbidden. En daarom wilden we deze serie doen. Zodat wij als gemeente, als het ware, elkaar herinneren. De cultuur die wij hier willen bouwen, is een cultuur van een kerk die komt om God te aanbidden. Die niet een waardeoordeel geeft aan de hand van een worship set. Was het een goede aanbiddingsdienst of niet? Nee, is God goed of niet? Dat is wat we in worship doen. Kijk naar wie God is. Is hij goed of niet? En als hij goed is, zingen we voor hem. Aanbidden we hem. En ik las Psalm 98, zo ergens in het najaar van 2019. En ik zag over zing de Heer een nieuw lied.
En ik zag woorden als dat Gods volk opgeroepen wordt om juichend voor hem te staan. Om voor hem te zingen. En ik zie hoe de psalmen zo fysiek ook zijn. Het is nooit, natuurlijk aanbidding is iets van je hart. Natuurlijk is aanbidding iets van, hé, dat gebeurt hier. Je kan aan de buitenkant een soort feestje laten zien en van binnen toch. Natuurlijk is het een matter of the heart. Maar tegelijkertijd, in de Bijbel wordt het hart en het lichaam nooit van elkaar gescheiden. Dus als we God zingen, dan zingen we met onze handen omhoog. Of we knielen, of we juichen, of we bewegen. Het is een samenspel van hart en lichaam. Het is samen. Zo is het altijd in de psalmen geweest. En vandaag willen we daarover nadenken. Zien is zingen. Zingen is zien. Het belang van aanbidding. We gaan een vergrootglas op dit onderwerp leggen. Omdat we een vergrootglas op God willen leggen. We gaan lezen uit 2 Kronieken 20. En, oh, dat is goed nieuws. Mijn horloge is ermee gestopt. Dus you're all in trouble. Maar goed. Helaas heeft Apple ook hier... Een klokje, 11 uur 34, mooi. 2 Kronieken 20, we gaan een verhaal lezen over koning Jozefat. En koning Jozefat is zo'n koning dat je denkt, oh, daar haal je je hart bij op. Want er zijn heel wat koningen in Israël en in Juda geweest, die niet deden wat de Heer van ze vroeg. Die het volk niet leidden in aanbidding. Die het volk niet leidden in de wegen van God. En die afgodsbeelden neerzetten. En die elke keer denk je, ah, en dan zie je hoe onrecht toeneemt. Hoe het recht van de sterkste gaat gelden. Daar waar God niet meer op één komt, dan komt de mens ook niet automatisch op twee. Maar hier nog veel lager, dan kom je zelf vooral. En dan zie je onrecht in die samenleving. En dan sla je zo'n pagina over en denk je, ah, oh, nou tegelijkertijd Agab in het Noordrijk, nou, daar word je echt sick van. Maar dan is er opeens die koning in het Zuidrijk en die heet Jozefat. En hij is een verademing. Laten we lezen een verhaal over koning Jozefat. Enige tijd later trokken de Moabieten, de Ammonieten, samen met een deel van de Meunieten, tegen Jozefat ten strijde. Boodschappers kwamen Jozefat melden. Een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Chasson Tamar, dat is Engeri. En Jozef schrok hevig. Dat is goed, hè? Dat is oké. Om af en toe goed, hij schrikt. En hij besloot, goede beslissing, de Heer om raad te vragen. En hij kondigde in heel Juda een vastendag af. Goed idee. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Dit is leiderschap van Jozefat. Dit is wat leiderschap doet. En dit is dan wat er gebeurt. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Jozefat naar voren en zei, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. Jozefat, we gaan een stuk lezen en dan zeggen we iets van, Jozefat is, zoals ik al zei, een koning waar je hart bij ophaalt. Eén, hij verwijdert alle afgoden uit het land. Hij maakt hun hoogtestukken en hij slaat die beelden in elkaar, want hij weet, de Heer en God alleen moeten wij aanbidden. En de tweede wat hij ook doet, heel belangrijk, is dat hij levieten uit de stam van Levi, priesters, het land instuurt om onderwijs te geven over wie God is. En dat is zo essentieel. Als we iets willen leren over aanbidding, als wij willen groeien in aanbidding, dan gaat dat gepaard met groeien over wie God is. Dat onze kennis over hem toeneemt. Als we vergeten wie hij is, vergeten we ook hem te aanbidden voor wie hij is. Die twee dingen gaan samen. En waar brengt Jozefat het volk dan samen? Waar doet hij dat? We lezen hier in de Bijbel, dit is zo gaaf leiderschap. Dit is zulk moedig leiderschap. We lezen dat Jozefat het volk samenbrengt in de voorhof van de tempel. En waarom is dat voor ons een belangrijke plek vanmorgen? Wel, de tempel is de centrale plaats van 1 verzoening en 2 aanbidding. Als je de tempel als even samen moet vatten, is het een plek van verzoening en aanbidding. Het is een plek van offers voor God, van zoenoffers, van vredesoffers, van dankoffers, van vergeving ontvangen van God, van reiniging ontvangen van God. En tegelijkertijd is het ook de plek van de aanbidding voor God. Voordat de tempel er was, Jozefat komt dus op het voorhof van de tempel, maar voordat de tempel er was, had Israël een tabernakel. Dat is een soort campingtempel. Uit Egypte, bevrijd uit het Egypte, hebben ze in opdracht van God, heeft Mozes een tabernakel laten bouwen. En waarom was die tabernakel belangrijk? Het was een ontmoetingstent. Job zei het net, wil je God ontmoeten vandaag? Weet je, dat is het verlangen van God, dat je hem ontmoet. En die tabernakel, die, die, die,
campingtempel als het ware, die je dus kon afbreken en ergens anders weer kon opbouwen. En die ook door de woestijn gezworven heeft. Dat was de plek van verzoening en aanbidding. En waar kon je die tabernakel vinden? In het midden van Israël. De stammen lagen er helemaal omheen, zodat duidelijk was het centrum van ons bestaan. Waarom wij bestaan, onze identiteit, waarom wij er als volk toe doen, is dat de Heer in ons midden is. Dat wij zijn volk zijn, zijn priesters zijn, zijn kinderen zijn. Hier ontmoeten wij hem, worden wij verzoend met hem, aanbidden wij hem. En in Exodus 40, is prachtig, als die tabernakel voor het eerst wordt ingewijd, dan daalt de majesteit en de luister van God neer. En de priesters kunnen daar niet eens naar binnen om dienst te doen, want God zegt, dit is mijn huis. Dit is wat we net zongen, dit is zo Bijbels. Our praise becomes your house, your place. En God zegt, dit is mijn huis. En waar is dat huis? In het midden van Israël. In het midden van Israël. Zodat we weten, hey, ons leven draait om de tegenwoordigheid van God. Ons leven draait om de aanbidding van God. Ons leven draait om de ontmoeting met God. En ons leven draait erom om verzoening met God. Ik vind het zo mooi dat in dat woord verzoening, het woord zoen zit. In de verzoening kust de Vader zijn volk. Zijn kinderen, jou, mij. Daar komt Jozefat samen. In een voorhof van de tempel. Dit is leiderschap. En dan is dit wat hij zegt. Dit, we gaan het nog een keer lezen. Dit is het gebed van Jozefat. Heer, God van onze voorouders. U bent God in de hemel. En u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. Het eerste wat Jozefat doet, is woorden wijden aan de aanbidding van God. En je moet weten, er komen drie vijandige volken aan. We hebben het net gelezen. Drie volken die erop uit zijn om Jozefat en het volk een kopje kleiner te maken. Om te verwoesten, om te doden, om te stelen, om te verkrachten, om ellende te brengen, om mensen af te slachten. Drie volken komt op ze af. En wat doet Jozefat als eerste? Waar wijdt hij zijn eerste woorden aan? Zijn eerste woorden zijn worship. Heer, onze God van onze voorouders. En dan komt hij. It's a worship song. U bent God. U bent God. In de hemel. En dan gaat hij proclameren in zijn lied. Wat God doet en wie hij is. U heerst over de koninkrijken. U heerst over de koninkrijken van de volken. U bent de God die regeert. Hey, dus als er volken komen met een eigen agenda. Als er volken komen om ons kapot te maken. Dan weet Jozefat. Heer, dus ze kunnen hun agenda hebben. Maar u hebt de agenda boven alle agenda's. Want u bent de God die regeert. U bent de heerser. U bent de koning der koningen. En u, Heer, wie zal zich tegen u kunnen verzetten? Hij zegt het. In uw hand liggen macht. In uw hand liggen kracht. Zo begint Jozefat zijn gebed van worship. Wow, wat een les voor mij, wat een les voor jou. Om te zien dat we de vijanden jouw leven bedreigen. Dat God ons wil helpen een ander perspectief te krijgen. Jezus doet hetzelfde. Hè? Jezus, de leerlingen vroegen aan Jezus, Heer, leer ons bidden, leer ons bidden. En wat is het eerste wat Jezus ze leert? Het eerste wat Jezus leert is, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Het is worship first. Nog voor dagelijks brood waar we om bidden. Nog voor zelfs vergeving van onze zonden. Nog voor voorbeden. Nog voor wat dan ook. Is worship comes first. Heer, wij eren uw naam. Wij heiligen uw naam. Wij verhogen uw naam. Waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, dit aanbidding verandert ons perspectief. Jozefat en het volk worden bedreigd door drie vijanden, gevaarlijke legers. Dus daarom moet hij weten, Heer, wie bent u ook alweer? Heer, er komt een tsunami, een leger en ellende op ons af. Maar u bent de God in de hemel. U bent de God die heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. En weet je wat nou zo belangrijk is in dit gedeelte? Aanbidding heeft de situatie hier nog niet veranderd. Die volken waren nog steeds onderweg. Begrijp je? Aanbidding heeft hier de situatie. Maar wat verandert er dan? Hun perspectief. Weet je wat aanbidding doet? Je kan kijken naar de vijanden. Je kan kijken naar de zonde. Je kan kijken naar de ellende om je heen. Je kan kijken naar je zorgen. Maar worship doet dit. Kijk omhoog. Dat je hem ziet.
die groter is dan je ziekte. Dat je hem ziet die groter is dan je pijn. Dat je hem ziet die groter is dan je zonde. Dat je hem ziet die groter in zijn liefde is. Verder gaat in zijn trouw. Groter is in zijn erbarmen dat jij ooit kan voorstellen. En wat er ook speelt en welke vijand ook beuken op jou bestaan. Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. Dat is wat worship doet. Het helpt je. Worship verandert misschien nog niks aan de situatie, maar het verandert jou in de situatie. Jouw hart verandert. Naast paniek komt er misschien ook ruimte voor geloof en vertrouwen. Want ik ga herinneren wie God is. Lees gauw door. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld. Dit hebben we net ook al gelezen, een kleine herhaling. Trad Jozefat naar voren, leiderschap, en zei: Heer God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. Even onthouden, ventje, en nu door. U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend, mooi woord hier, vriend Abraham toebedeeld. Als ik op alles in zou gaan, dan houden we 2 uur preken. Maar daar hebben we tijd voor. Ze gingen, zij en dan gaat hij. Dit is wat nu gebeurt. Dus we hebben net worship gehad in het gebed. En nu gaat Jozefat herinneren. Hij gaat de geschiedenis als het ware opnoemen in gebed. Dat doet hij niet voor God. Die weet dat wel. We hoeven niet God te herinneren hoe goed hij is. Maar ik moet mezelf herinneren hoe goed hij is. Daarom zing ik. En dan gaat hier Jozefat ook doen. Dan zegt hij: Heer, zij gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijden met de woorden: wanneer enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen. In deze tempel woont immers uw naam. You inhabit the praises of your people. En u in onze ellende aanroepen. Als we dat doen, Heer, dan hoort u ons aan. Aanhoor ons dan en kom ons te hulp. En hij herhaalt die woorden. Niet zodat God zegt: oh ja, ja, dat is waar ook, dat heb ik gezegd. Nee, maar dat het volk weer weet, dat hebben we met God afgesproken. En dan zegt hij: hey, nu, God, nu worden we aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab en het Seirgebergte. De gebieden waar Israël tijdens hun uittocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken. Lees maar la. Zeiden: nee, je mag niet door ons land. En die zij daarom voorbijgetrokken zijn en niet hebben vernietigd. En als dank daarvoor, we hebben ze toen laten leven. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op. Om ons te verdrijven uit uw eigen land. Niet ons land, maar uw land. Dat u ons in bezit hebt gegeven. En dan, God straft u hen af. We zijn niet, dit is ook zo mooi. We zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Weet je hoe belangrijk het is dat je eerlijk bent in je gebed. Dat je eerlijk zegt: Heer, dit kan ik niet. Deze strijd kan ik niet winnen. Dit is een vijand die te groot is voor mij. Als je vecht met pornoverslaving, als je vecht met alcoholisme, of met een heel laag zelfbeeld, en heel veel dingen in, als je daarmee vecht, kan je die strijd niet alleen doen. Soms heb je vijanden waar je niet tegen opgewassen bent. Jozefat durft het te belijden. Durf het ook te belijden vandaag. Zeg: Heer, ik ben niet opgewassen tegen deze macht. Ik ben niet opgewassen tegen deze vijand. Durf het te belijden in de aanwezigheid van God. Juist daar. Belijden bevrijdt, verzwijgen verzwakt. Belijden bevrijdt, maar verzwijgen verzwakt. En dan deze zin: wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. For we don't know what to do, but we fix our eyes on you. Zegt het Engels. We weten niet wat we moeten doen. Hey, eerlijkheid in je gebed. Zo belangrijk. Worship verandert misschien de situatie niet. Maar wel hoe je naar de situatie kijkt. En daarom is het zo belangrijk dat we onze ogen opdoen. Travis Ryan is een vriend van mij in Nashville, liedschrijver. Die zei ooit, ik zeg het eerst in het Engels en dan in het Nederlands. Hij zegt: a lack of worship is never a singing problem, always a seeing problem. Met andere woorden, als ik amper zing, als ik niet aan zingen toekom, en ik moet mezelf aanslingeren, dan is er in het meeste gevallen geen probleem met het zingen op zich, maar ik zing zonder zicht. Ik heb geen uitzicht op wie God is. Daarom ook vanmorgen. Ook vanmorgen. Ik ben afgelopen dagen een beetje grieper geweest. En dan op de een of andere manier helpt me dat niet om God te ervaren in mijn dagelijks leven. Dan word ik een beetje kriegel van en dan een beetje eenzaam. En dan hoe ik een beetje. Weet je wel. Dat ken je wel. De mannengriep is heel erg. Heel erg. Is heel erg. Ja, echt waar. Moet je niet onderschatten. Maar dan merk ik dat mijn lied wat in mineur komt en wat kleiner wordt en wat afzwakt. En daarom was vanmorgen mijn gebed: Heilige Geest, open de ogen van mijn hart, opdat ik u weer zal zien. Want ik weet waar ik God zie, begint mijn aanbidding weer te draaien.
weer te stomen, op gang te komen. Zien, God zien is God aanbidden. Dus als je soms hier bent en denkt, oh, ik heb helemaal geen zin om te zingen. Weet je wat het probleem is? Je uitzicht is vertroebeld. Het is onmogelijk dat je God ziet in zijn heerlijkheid en denkt, ik heb er niet zo'n zin in. Die twee horen bij elkaar, dus bid dan gewoon simpelweg. Heilige Geest, open de ogen van mijn hart, opdat ik u zien zal. Peter Dijkstra, onze Worship College leider, is ook theoloog, die zegt altijd, geen aanbidding zonder openbaring. Voor we überhaupt kunnen aanbidden, moeten we zicht hebben op wie hij is, wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat hij kan doen. Daar waar we hem beter leren kennen, zegt hij, groeit onze aanbidding. Hoe meer je hem kent, hoe meer er is om van hem te houden. En daarom zegt hij dan, theology leads to doxology. En dan weet niemand wat hij bedoelt. Maar het klinkt heel goed. Theology leads to doxology. Maar dit is wat het betekent. De kennis van God leidt altijd tot lof voor God. Wow. Get to know him better. Zijn wij een kerk die beter hem willen leren kennen. Die weet wat, er is meer van God om te ontdekken. Zijn heerlijkheid, zijn luister, zijn glorie, zijn liefde. Wat hij wil voor mijn leven, voor jouw leven, voor dit land. Er is zoveel van hem te ontdekken. Jozef had snapte het. Daarom stuurde hij de Levieten het land in voor die onderwijstoer. Want de kennis van God leidt tot vertrouwen aan God en aanbidding van God. Dat is wat hij doet. Maar Jozef, wat doet hij nog iets? Ik zei net al, hij gaat de geschiedenis bidden. Hij gaat de geschiedenis herhalen. Waarom doet hij dat? Hij zegt letterlijk in vers 7, Heer, we herinneren onszelf het een en ander. Dat u dit land beloofd hebt aan uw vriend Abraham, et cetera, et cetera. Waarom doet hij dat in zijn gebed? Het is zo belangrijk dat je herinnert, dat je terugkijkt. En met terugkijken bedoel ik niet dat wat we vaak doen, terugkijken in de zin van kijken wat we allemaal slecht hebben gedaan en wat we niet goed deden. Sommigen kunnen het verleden niet loslaten. Je fouten, je falen, de pijn die jij anderen hebt aangedaan of anderen jou hebben aangedaan. En dat is niet het terugkijken wat Jozefat hier doet. Nee, Jozefat gaat terugkijken naar waar God over de brug kwam. Dus daar waar je merkt, er komen drie vijandige volken op mij af en ik weet het niet meer. Dan kan je gaan doen. Voor mij is dat altijd 27 februari 1987. Op de momenten dat ik denk, ik gooi de handdoek in de ring. Ik weet niet of ik dit nog kan. Ik weet niet of ik nog de energie heb of de wijsheid heb om bijvoorbeeld Mozaïek te leiden. Nu al? Zo. Dan herinner ik me altijd wat er gebeurd is in het verleden. En voor mij is dat 27 februari 1987. En het is Bijbels. Want dat is het moment dat Jezus in mijn leven kwam. Dat een lied klonk uit een cassettedek en een bandje. En dat die liederen, die woorden zo mijn hart raakten dat ik hem ontmoette. En dat, oh man, dat greep mijn hart. En als ik dan het niet meer zie zitten, dan is het alsof de Heilige Geest zegt, hey, kijk eens even terug naar wat God eerder heeft gedaan. 27 februari 1987. En dan herinner ik me de liefde van Jezus die binnenkwam. De vergeving die hij mij gaf. Het feit dat hij mijn leegte opvulde. Het feit dat hij me aanvaarde, gewoon zoals ik was. En dan denk ik, oh ja, het is zo Bijbels om te herinneren. Psalm 103, vers 1 en 2. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet een van zijn. Herinner je wat hij heeft gedaan. Want als het niet goed met je gaat, helpt worship ons om te herinneren dat hij toch goed is. Weemoed vervult mijn ziel, zegt Psalm 42. Heimwee betekent dat. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. En waarom zegt de psalmist hier, weemoed vervult mijn ziel, heimwee. Omdat op dat moment is dat niet de realiteit van zijn leven. Hij is niet aan het zingen, hij is niet aan het juichen. Hij is niet in een grote groep samen God loven en prijzen. En oh, je kent die momenten wel. Als je hier bent, als je op opwekking bent. Oh, er zijn zoveel van die momenten dat je het voelt dat die zaal samen aangaat. En dan soms moet je gewoon herinneren. Weemoed, heimwee vervult mijn ziel als ik daaraan terugdenk. Misschien zit jij ook wel ver van het feestgedruis af. Maar is het goed om jezelf te herinneren? Herinner je de goedheid van God? Er is een vriendin van ons. Je kent haar, ze staat hier geregeld. Nanda Ravensloot, haar vader heeft kanker. En hij is ooit beter verklaard, maar daarna weer ziek verklaard. En toen hij uit het ziekenhuis naar huis reed, kwam hij thuis, heeft hij zijn auto geparkeerd, is naar boven gelopen, waar zijn computer te staat. En hij heeft een uur of twee uitgetrokken om opwekkingsliederen te zingen. Niet omdat het goed met hem ging, maar het herinneren dat God goed is. Als ik niet weet wat ik moet doen, kijk ik biddend op naar u. En niet alleen Piet van den Berg, zo heet hij, deed dat. Ik weet,
Jaap Lammers, Mozaïeken. Is heel lang heel ziek. Gaat goed met hem. We bidden voor hem. Is opgegeven. En ik weet dat er een appgroep is waarin zijn vrouw dan vrienden en kennissen en familie laat weten hoe het met Jaap is. Maar ik hoorde laatst iemand zeggen, joh, dat is eigenlijk gewoon een uitwisselingsprogramma van liederen. Mensen die elkaar herinneren. Heb je dit al gehoord? Heb je deze belofte in dit lied al ontdekt? Oh, ik moest zo huilen, maar dit lied hielp me. Dat is wat worship doet. Het herinnert ons wie God is en dat Hij goed is. En vanmorgen zat hier Frans van Tuil. Die pas ook gehoord heeft dat hij ziek is. En ik wist niet wat ik Frans moest appen een paar weken geleden. Toen ik hoorde dat hij ziek was, toen dacht ik, ik stuur hem gewoon maar een lied. Dat is een hele goede manier om onderling te communiceren met elkaar. Hey, heb je dit al gehoord? Heb je dit lied al ontdekt? Hey, laten we herinneren wie God is. En daarmee onze ogen op Hem gericht houden. Dat is lofofferen. I sing because I'm happy, zegt een Engels liedje. I sing because I'm happy. En ik denk altijd, een onzin. I sing because I'm hurt. Ik zing hem juist omdat ik gekwetst ben. Dat ik door lijden ga. Dat ik het soms niet zie dat drie vijandige volk op mij afkomen. Maar wie lof offert, zegt God, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zie. Psalm 52. Wie lof offert. En soms is het tijd om God een offer van lof te geven. En ik ga afsluiten met de volgende zinnen. En dan gaan we daarna een paar liederen zingen. Dit is wat er staat. Heel Juda stond opgesteld voor de Heer. Ook de vrouwen en kinderen. En er staat er dat in hun midden een Jahaziel was. De zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, een Leviet. En hij zegt, de Bijbel zegt, hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer. En zei, Juda en Jeruzalem, luister goed. Ik zeg jullie, jullie hoeven niet bang te zijn. Want dit is niet jullie strijd. Dit is de strijd van de Heer. En hij gaat jullie de overwinning geven. Weet je, en als antwoord hierop, gebeurt er het volgende. Ik vind het mindblowing. Als die belofte van de overwinning komt, dan gaat Jozefat het volgende doen. Dan neemt hij het leger wat bedoeld was om te strijden tegen de drie volkeren. En dan zegt hij, hey leger, jullie mogen achteraan sluiten. En je zou denken, als er drie vijanden op je afkomen, dan zet je het leger voorop. Nee, zegt Jozefat, jullie mogen achteraan. Want wie gaan er voorop? En dan roept hij de levieten, dan roept hij mensen met trompetten, dan roept hij de zangers, dan roept hij de mensen die muziek maken. En zeggen, jullie moeten voorop. Want als God gesproken heeft en de belofte is waar en de overwinning komt uiteindelijk, dan gaan wij wandelen in geloof, gaan wij wandelen in die overwinning. En dan gaan wij God nu al loven en prijzen voor wat Hij gaat doen. Hij geeft ons een voorproef van wat komt. Dat is wat worship doet. In worship. Jongen, soms zingen we hier het lied Jezus overwinnaar. En dan is dat die zin. En dan ga ik altijd 2 meter omhoog in de kerk ook. En dan zeg je, dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? En dan die zin. Jezus leeft en ik zal leven. En dan voel je de kerk zo een beetje een meter omhoog gaan. Waarom? Omdat we daar iets proeven van de overwinning die nadert. Het is er misschien nog niet. Het is er misschien nog niet, maar die overwinning komt eraan. Want Hij is overwinnaar. Hij overwon de zonde en de dood. En Paulus belooft, met Hem zijn wij dan meer dan overwinnaar. In welk dal je ook zit. In welk lijden je ook doorheen gaat. Maak net als Jozefat het dal een dal van lofprijzing. Omdat de overwinning beloofd is. En Hij over de brug zal komen. We herinneren het, Hij heeft het gedaan in het verleden. Hij zal het doen. God is goed. We aanbidden Hem. In het dal van lijden, we aanbidden Hem. God is goed. We herinneren onszelf, ook al gaat het niet goed met mij, Hij is goed. We herinneren onszelf, Zijn liefde draagt ons. We herinneren onszelf, de dood is verslagen. Ja, en toch, ik zie lijden, maar toch. We zingen en wij proeven de toekomst. Het smaakt, proef je het als je het zingt? Jezus overwinnen, proef je het? Heb je het ook in je mond dat je denkt, ik proef de toekomst al. Zijn leven overwint. Welke vijand er ook op je afkomt. Jongens, we gaan tot slot. We gaan een aantal liederen zingen van aanbidding. Het eerste is niet voor niks gekozen. God, ik kijk naar U. God, ik kijk naar U. Heer, want U helpt mij mijn angst te overwinnen. Dan mag ik mijn angst zelfs voor de toekomst loslaten. En we gaan net als Jozefat, die weet dat vijandige volken afkwamen. Lofprijzing voorop zetten. Aanbidding voorop doen. Worship comes first. Verandert dat de situatie?
Nou, in eerste instantie verandert het jou en je perspectief misschien wel. Dus als je kan staan, laten we staan. En deze woorden zingen over je leven, dat God regeert, waar je ook doorheen gaat, wat op dit moment ook speelt. En ik wil vragen of ministry al links en rechts van de zaal wil staan. Want sommige mensen moeten nu naar ministry, die wel hebben gebed nodig. Die zeggen, ik heb een bemoediging nodig, ik heb een aanraking van God nodig, ik heb een zegen van God nodig, ik heb kracht nodig van God. Mijn gezicht is vertroebeld, ik ben zicht op hem kwijtgeraakt. Maar zonder zicht op hem is er geen lied voor hem. Help me, bid voor me. Ga dan nu zometeen naar ministry. En voor de rest geldt, laten we zingen dit met heel ons hart. God, ik kijk naar u. God, ik kijk naar u. Op u zijn onze ogen gevestigd. Wij kijken naar u.